Je kijkt naar een video van Stronglife. Wij helpen jou groeien in geloof. In deze video ga ik iets met jou delen vanuit Matthäus 10. Jezus trok met zijn leerlingen langs de steden en dorpen om daar mensen uitleg te geven over wie God is. De leerlingen kregen daarna de opdracht om hetzelfde als Jezus te doen, mensen te vertellen over God. En om ze zo goed mogelijk voorbereid op weg te sturen, leert Jezus zijn leerlingen eerst nog een paar belangrijke lessen. En één daarvan is de volgende. Die staat in Matthäus 10. Mussen kosten bijna niets. Je hebt er al 2 voor een paar cent. Toch valt er dankzij de macht van God, jullie vader, geen mus zomaar dood op de grond. God weet zelfs hoeveel haar je op je hoofd hebt. Je hoeft dus niet bang te zijn. Jullie zijn voor God veel belangrijker dan mussen. We kennen denk ik allemaal de mus wel. Het kan bijna niet anders dat je hem ooit in je achtertuin of op een balkon hebt gezien. Het lijkt een heel simpel dier, het heeft geen felle kleuren, ze chilpen veel, maar echt mooi zingen kunnen ze niet. Ze zijn dus niet heel bijzonder. Maar voor God zijn alle mussen ontzettend belangrijk. God laat de mus niet zomaar dood op de grond vallen. Hij staat dat niet toe. Het zijn de goedkoopste dieren van zijn schepping. En je hebt er al 2 voor een paar cent. Maar dat maakt voor God niet uit. Hij zorgt voor ze. Als God al zo zorgt voor de mussen, hoeveel meer zal God dan wel niet voor jou en voor mij zorgen? Het allerbelangrijkste in zijn schepping. Ik kan me goed voorstellen dat de leerlingen het wel spannend vonden om zonder Jezus te gaan evangeliseren. Want niet iedereen zal positief reageren op dat wat ze over God gaan vertellen. Maar Jezus maakt de leerlingen duidelijk dat ze niet bang hoeven te zijn. Want God zorgt voor ze. De woorden die Jezus spreekt gelden ook voor ons. We mogen weten dat we belangrijker zijn dan de mussen. Misschien voelt het wel alsof je er helemaal alleen voor staat in het leven. Dat er niemand is die naar je omkijkt en jou helpt. Maar God zorgt ook voor jou. Hij weet hoeveel haren er op je hoofd zitten. Hij kent jou. En in jouw leven is zijn leiding te vinden. Dit betekent niet dat er geen moeilijke dingen gaan gebeuren in jouw leven. Maar dat God met je meegaat in die moeilijkheden. God is bij je en wil voor je zorgen. Dus onthoud goed. Als God niet zomaar een mus dood op de grond laat vallen, laat Hij het allerbelangrijkste in zijn schepping al helemaal niet alleen. Jij bent waardevol in Gods ogen.